En morgen naar Ajax. Hoe schat je de kans in dat je daar met een goed resultaat terug naar Nijmegen gaat reizen? 50-50. Ik vind altijd, je hebt altijd kansen, elke wedstrijd weer. En daarmee doe ik niet nonchalant. Ik weet gewoon dat het een hartstikke moeilijke wedstrijd gaat worden. Een hele zware wedstrijd tegen goed Ajax. Want Ajax heeft gewoon hele goede spelers. Spelen op dit moment even misschien wel moeizaam, maar blijven natuurlijk wel gewoon klasse spelers die ze hebben. Dus wat dat betreft wordt het een hele moeilijke middag, maar zeker niet kansloos. Ze hebben een behoorlijke tik gehad, zowel sportief als ook in de club. Er is heel veel het rommel bij Ajax, dat kunnen we eigenlijk wel concluderen. Is dat ook een voordeel voor jouw ploeg? Nee, ik denk dat bij zo'n topclubs altijd wel wat gebeurt. En de dingen die nu gebeuren zijn denk ik niks nieuws. Je hoort er zelf ook spelers over. Dus ik denk, en voetbal is het zo, je kan, op een moment kan je weer de topvorm hebben. Dat is soms onverklaarbaar. AZ uit verloren, PSV dan een punt. Dan gaan ze tegen Real Madrid, krijgen ze toch wel de kwaliteit van Real natuurlijk. Een verlies. En dan VVV. Oogde niet goed de eerste helft. Tweede helft schakelen ze om naar een 3-spitsen systeem. Heb je daar ook op gelet? Ja, we waren in het stadion. Dus met 2 spitsen was heel duidelijk geen succes. En was echt heel slecht. Supporters begonnen ook te zingen. We willen Ajax zien. Na de rust kwam gewoon het Ajax-systeem terug. En dan zie je dat alle spelers dat heel goed in kunnen vullen. Want dat is zo herkenbaar. Soleimani gaf het zelf al aan. Speelde een goede wedstrijd. Ja, speelde een hele goede wedstrijd. Was de beste man van Ajax. Is dat ook de beste man van morgen, denk je? Ga je op hem letten? Zijn er afspraken gemaakt? Ja, natuurlijk. Je maakt met elke speler afspraken hoe hij zijn tegenstander moet aanpakken. Je hebt Ajax meer spelers die makkelijk doelpunten maken. Maar we hebben ook iemand die makkelijk goals kan maken. Dus daar zal Ajax ook over vertellen over onze spelers. Onze vrije trappenspecialisten, de corners die wij goed kunnen uitvoeren. Onze spits die makkelijk doelpunten maakt. Nou, zo praat je over tegenstander. Dus je houdt over met alle spelers rekening. Supporters willen graag winnen. Dat heeft natuurlijk ook nog te maken met het bekerduel van afgelopen januari. Leeft dat ook nog bij jullie in de groep? Minder. Dat is voorbij. En dat is natuurlijk gewoon heel zuur. Maar ja, dat is eigenlijk alweer historie. Ik wil ook gewoon winnen. En zoals ik ook aan de groep aan heb gegeven, die wedstrijd die moet je vergeten. Maar je moet ook vergeten hoe vaak je er wel hebt gewonnen. Je moet gewoon denken, we gaan er nu naartoe. En we kunnen gewoon winnen, want Ajax is niet onklopbaar. Wie gaan er spelen? Ik weet dat Leroy Joyce nog ontbreekt. Dat geldt ook voor Kaba Babels. Maar Van Eijden bijvoorbeeld, kan die gewoon weer aantreden tegen Ajax? Hoe gaat het met hem? Ja, die kan weer aantreden. Dus ja, alleen Ryan van Dijk, Leroy George en Gabor Babels is geblesseerd. En de rest kan ik uitkiezen. Babels heeft deze week de revalidatieprogramma hervat. Hoe gaat het met hem? Wat heeft hij gedaan deze week? Ja, verschillende kracht- en core-stabilities oefeningen. En dat ging prima. We gaan even terug naar vorige week, NEC FC Twente. Dat was een lastige wedstrijd voor jou, denk ik. Hoezo? FC Twente op papier begon goed. Eerst, bij begin toch wel een goal. Maar daar leek FC Twente niet echt onder indruk. Ja, kijk, die wedstrijd hebben we afgesloten. Dat was gewoon niet goed. Ik vond dat we nog in balbezit nog wel aardig speelden. Maar eigenlijk met alles wat te weinig passie. Te weinig beleving. We hebben het ook met 2 kansen gecreëerd. En niet meer. We scoren wel een goede goal. Dan hoop je nog een beetje. Maar Twente was een maatje te groot. Dat kan, maar dan moet je dat compenseren met wat meer strijd en passie. En dat miste ik een beetje. En dat heb ik ook aan de groep aangegeven. De groep vond het ook. Dus nou kunnen ze aankomende week weer beter gaan reageren en iets laten zien. Op welk moment vond jij dat het absoluut misging in die wedstrijd? Eigenlijk al vanaf het begin vond ik, dat zag je dat net die fella die je nodig hebt, dat het net niet gebeurde. En hoop je dat je een doelpuntje vleugels geeft. Maar dat gebeurde ook niet. Dus. Ja, in de rust staat het dan 1-3. Dan weet je dat je de tweede helft voor in de bak moet. NEC kun je niet afrekenen om te werken. Dus ze hebben wel hard gewerkt. Dan valt die 2-3 nog. 20 keer daarvoor veel kansen. En dan is het toch wel een sprankje hoop. Voel jij dat ook? Ja, we hebben toch gewoon aanvallend gewisseld. We hebben niet de pot dichtgegooid. We probeerden aanvallend nog die 3-3 te krijgen en dat is niet gelukt. Morgen in Amsterdam, dan hopen we dat het wel lukt. Ja, ik ook. Ik zit hier vandaag en ik ga altijd ook zaterdag als ik naar de arena ga, ga ik met het gevoel ernaartoe, altijd met het goede gevoel. Ik denk dat we klaar zijn, we hebben er alles aan gedaan. Morgen nog een goede bespreking en gezien de omstandigheden, mogen dat geen invloed op ons hebben. Moeten we gewoon gaan voor een goed resultaat. Succes. Dankjewel. Muziek, voetbal en informatie. Roodzwartgroen.nl is de perfecte combinatie. Perfecte combinatie.